Ja, het is gewoon eigenlijk een hele oude, hele bijzondere kerstboom. De beheerder van de kassen in de Hortus kan zijn geluk niet op als hij plotseling ziet dat de boom in bloei staat. In het voorjaar, toen alle planten weer naar buiten zagen, toen zag ik ineens dat die kegels dus groot waren geworden, maar dat er naast de mannelijke kegels ook vrouwelijke kegels aankwamen. En dat was superleuk, want dat had ik helemaal niet verwacht. De Wollemie Pine is zo oud dat de dino's hem nog gezien hebben. Bijzonder is dat altijd werd gedacht dat de den alleen als fossiel bestond, totdat de den in 1994 wordt gespot in een afgelegen gebied in Australië. De dinosaurussen hebben tussen deze bomen doorgelopen. En vroeger kwam die voor in een heel groot areaal, waaronder Antarctica. En hij is overal uitgestorven, behalve in het hele kleine kloofje waar hij dus nog leeft. Een hele zeldzame kerstboom dus. Maar hij blijkt gelukkig goed te stekken te zijn, al moet je dan nog steeds een dikke portemonnee hebben. Een klein boompje wat echt nog niet kerstboomwaardig is, dan zit je al ruim over de 100 euro. En ik denk dat als je een boom zou hebben wat echt al een kerstboom is, dat je toch wel richting de 500 à 600 euro zit. Maar dan heb je wel iets bijzonders. Ja, dan heb je wel wat. En het voordeel is, een Wollemie laat zijn naalden niet vallen. Dus het is een prachtige, ideale kerstboom. That's the jingle bell.